openingsceremonie van onze Lockdown Cup. Mijn naam is Dennis van Vlaanderen, langs mij staat Tom Dirks. Welkom Tom. Welkom bij de show. Dank je, Dennis. Jammer dat het op deze manier moet. We hadden het liever in real life gedaan, maar beter iets dan niets, daarom via de online. Yes. Tom, wat gaan we vandaag doen? We gaan vooral even de winnaars in de bloemetjes zetten. We gaan eigenlijk alle challenges nog eens overlopen. We gaan een aantal prijzen uitreiken. Maar voordat we daarmee verder gaan, even een kleine terugblik op de afgelopen Lockdown Cup. Ik dacht echt een high five. Okay. Yo allemaal, welkom bij de announcement van 20.6, de laatste van onze Lockdown Challenge. We willen jullie allemaal bedanken voor de top inzet. 20.7. Goed, want ik wist ook niet meer wat ik moet zeggen. Oh man, deze shot die heeft zeker 2 uur geduurd. Oeh, ach ja. Kijk eens naar de volgende shot, daar gaat Tommy ook topwerk leveren. Komt ie, Dennis? Komt ie, take two. Voordat wij verder gaan met het overlopen van de scores en van de winnaars van onze Lockdown Cup, gaan we nog eens heel even terug aan het begin van de lockdown. Want toen hadden wij in de maand oktober ook nog een maandelijkse challenge. De challenge was toen de 500 meter row for time. Deze zijn wij niet vergeten, dus bij deze gaan we hier ook nog heel even de winnaars van bekendmaken. Dennis! De winnaars! Dus de challenge was 500 meter goede for time. We hebben daar een winnaar bij de man en bij de... vrouwen, bij de vrouwen was dat Leandra Nottermans met 1 minuut 51 seconden. Hoi! Bij de mannen is dat Ruud Kool met 1 minuut en 32 seconden. Hoi! Voor jullie hebben wij speciaal een prijs. Die zullen we wel, als we onze levende lijven terugzien, zullen we die overhandigen in de box waarschijnlijk. Absoluut. Hopelijk. Yes. Tom, doet jij even een tromgeroffel? Handdoeken alleen te winnen via onze challenges. Zijn voor jullie? Yes! Kom ze maar halen! Dus de Lockdown Cup. Even een korte overlopen. Wat is de Lockdown Cup? Wij hebben jullie 7 weken uitgedaagd met verschillende challenges. 7 weken gingen van 20.1 tot 20.7. De challenges waren 20.1 was double unders, zoveel als je er kunt, unbroken. Yes! 20.2 was uw max aantal sit-ups binnen de 2 minuten. 20.3 was 1 kilometer run zo snel als jij kunt. Yes. 20.4 was de bucket challenge, dus de emmer zo lang mogelijk houden. 20.5 was onze handstand hold. Weer 4 time uw max hold. Yes. 20.6 was uw snelste 8 kilometer run. En 20.7, onze favorite of all time, 100 burpees for time. Well done guys, merci voor de inzet. Voordat wij verder gaan met de winnaars van 20.1, gaan we ook nog eens heel even de prijsvraag van 20.1 overlopen. Want toen wij de challenge 20.1 hebben gedaan, was er een prijsvraag. Dat was hoeveel double unders dat Dennis had gesprongen tijdens zijn filmpje te zien op Instagram. Deze is gewonnen door Sophie en het aantal double unders dat Dennis heeft gesprongen waren er 301. Damn guy. Thanks. Wat Sophie wint is, als je de video van ons nog herinnert, we hebben met 2 geoefend om double unders
samen te kunnen springen. Yes. Wat Sophie wint is het springtouw wat wij gebruikt hebben. De mooie roze, misschien hele lichte schade. Perfect in orde, Sophie, deze is voor u. Goed gedaan. Yes, nu gaan we over naar het officiële werk. We gaan nog eens alle challenges overlopen met alle winnaars daarvan en hun scores. Te beginnen bij challenge 20.1. Dat waren de max aantal double unders unbroken. Bij de heren heeft gewonnen Jeroen Jansen met 124 double unders. Bij de dames was dit Melissa Peters met 148 double unders. Well done guys. Super. 20.2 was sit-ups. Zoveel mogelijk sit-ups in 2 minuten. Wat kon ik doen? Dit is bij de heren weer gewonnen door Jeroen Jansen met 80 sit-ups. Toppie. En bij de dames is dat gewonnen door Amelie. Dat is heel van Cosme. Met 99 sit-ups. Well done, guys. Mooi. Dan challenge 20.3. Dat was de snelste 1 kilometer run. Deze is gewonnen bij de dames door alweer Amelie da Silva Cosme en Lore Hilve met een ex-eco in tijd. Hun tijd was 3 minuten 49 seconden. Bij de heren is dit gewonnen door iemand die je nog een paar keer gaat horen vandaag. Dat is Mike Palme met 2 minuten 58 seconden. Damn. Super. Yes, 20.4 was een emmer water, of H2O, van 5 liter, oftewel 5 kilo, gestrekt volgehouden. Zolang als jij kunt, zodra het onder parallel kwam, waart je af. Dit is beide dames, gewonnen door Michel Pouwmans met 2 minuten 37 seconden. Yes. Top. En bij de heren alweer door Mike Pouwme met de zeer straffe tijd van 3 minuten 31 seconden. Well done guys. De volgende challenge, 20.5, dat was de handstand hold. Dus zolang als dat je kunt, in een handenstand tegen de muur staan. Deze is door de dames gewonnen, of bij de dames gewonnen liever, door Lisa Tronger, denk ik, als ik het goed uitspreek, met 2 minuten 35 seconden. En bij de heren, Mike Palme met 3 minuten en 28 seconden. Goed, yes, jongen, mooi man. 20.6, de voorlaatste. Lopen, niet kort, maar lang deze keer. 8 kilometer, zo snel als je kunt. Beide dames, gewonnen door een niet onbekende naam. Amelie da Silva Cosme met 39 minuten en 56 seconden. Beide heren, jawel, alweer gewonnen door Mike Palme. Zeer straf, met een tijd van 29 minuten en 47 seconden. Damn. Goed gedaan, Antwerp. Zeer straf. Dan gaan we naar de laatste challenge, dat was 20.7, de befaamde burpees. 100 burpees for time. Beide dames gewonnen door, jawel, Amelie da Silva Cosme met 5 minuten 59 seconden. En bij de heren, het zal wel geen verrassing meer zijn, weer Mike Palme met 4 minuten 59 seconden onder die 5 minuten, top. Yes. Dikke proficiat aan jullie allemaal. Tom, we hebben nog iets voor de winnaars van al deze challenges. Het is de namen die we nu net allemaal absoluut overlopen hebben. Mm-hmm. Aan u weer. Oké. Wat gaat elke winnaar of de winnaar van elke challenge krijgen? Ze krijgen een... De juiste, hè man. Bon voor met recht op 1 nokko. Dus met deze drankbon kunnen jullie in of de een ander drankje. In de box kunnen jullie deze inruilen voor een drankje naar keuze. En jullie krijgen allemaal een zeer mooie bootcamp by Ine Muts. En voor deze koude dagen te overleven. Oh. Dan zijn we nu aangekomen bij de officiële winnaars van de volledige Lockdown Cup. Dus, je bent uitgedaagd over 7 challenges gedurende de laatste 7 weken. Jullie konden punten verdienen met jullie challenge. Hoe minder punten je hebt, hoe hoger je op ons scorebord komt. Klopt. En uiteindelijk hebben we daar dus winnaars bij mannen, bij de mannen en bij de vrouwen. Top? Yes. We gaan zowel, of niet alleen de winnaars bekendmaken, we gaan gewoon de hele top 3 van alle dames en de heren nog eens overlopen. Te beginnen bij plaats nummer 3 bij de dames. Dat is geworden Michel Palme met een totaalscore van 58 punten. Goed gedaan, Michel. Bij de heren moet ik helaas zeggen dat we daar even niks kunnen melden, want dat is een ex-eco geworden op de tweede plaats. Daar gaat je dadelijk meer over horen. Yes, dan komen we terecht bij de tweede plaats bij de dames. Dat is geworden Veronique Eerdekens met 53 punten.
Top. Goed gedaan, Veronique. Beide heren, het exekel waar ik het daarnet over had, yes, is op de, aan de ene kant onze Mike Palme, die je al een paar keer hebt gehoord. En niet te vergeten, Olivier da Silva Cosme. Zij hebben een exekel met 76 punten. Dus proficiat voor jullie mannen. Jij staat allebei op de tweede plaats. Heel goed gedaan. En dan zijn we aangekomen bij nummer 1, bij de dames. Yes. Oeh, spannend. Je kunt ook al ons scorebord bekijken, maar de nummer 1 van de dames is niemand minder dan Amelie da Silva Cosme met 50 punten. Zij heeft gescoord op de eerste challenge een 11e plaats, op de tweede challenge een 1e plaats, daarna een 7e, een 19e plaats, een 4e, een 5e en een 3e. Allemaal topscorers. Daarmee is zij onze overall winnaar bij de dames. Dik applaus voor Amelie! En dan de winnaar bij de heren, tevens ook de overall winnaar van de Lockdown Cup, is geworden Jeroen Jansen. Met in totaal 46 punten. Hij heeft gescoord op de eerste challenge een 2e plaats overall, daarna een 3e plaats, een 4e plaats, een 21e plaats, 6e plaats, 4e plaats en hij is geëindigd met de burpees met een 6e plaats. Dus ook voor Jeroen met 46 punten, zeer goed gescoord. Ik zou zeggen, even een heel groot applaus. Top! Wij gaan dat voor jullie vieren, natuurlijk. Hoe vieren wij deze ceremonie? Aan u de heer. Wauw, thanks. Ik wil ondertussen nog zeggen, bedankt aan al de rest die hebben meegedaan. Het is niet alleen omdat zij in de top 3 staan, dat zij alleen vernoemd mogen worden. Dikke merci aan iedereen. Yes, absoluut. Heel fijn dat jullie hebben meegedaan, zoveel volk. Tom, schenk ze maar bij, jongen. Absoluut. En niet trillen voor de camera. Mag ik ook wat drinken? Of alleen schuim? Het is schuim, man. Oké. Een beetje bijstaan. Man. Dat is goed. Ik ga je houden, toch? Ik weet het. Yes. Zoals Dennis net zei, we klinken niet alleen op de winnaars, maar we klinken gewoon op alle deelnemers van de Lockdown Cup. Inderdaad. Zo, santé. Santé. Hartje voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Hartje voor de sfeer. Oh, Dennis. Moet ik iets zeggen? Voor ik het vergeet, de winnaars van deze Lockdown Cup, dus Amelie en Jeroen, jullie krijgen ook nog, zonder te bij de hand, een maand gratis sporten in onze box, dus je krijgt er een abon voor. Die gaan natuurlijk in van zodra we terug open zijn, na deze COVID-lockdown. Natuurlijk krijgen we ook nog onze drankbon van onze sponsor Nokko en onze mut voor de koude dagen. Hoi! We hebben voor jullie ook nog een speciale prijs. Deze prijs dat is de Spirit of the Cup. Dennis, misschien een klein woordje uitleg. De Spirit of the Cup, wat is deze prijs? We hebben die speciaal erbij geroepen omdat wij nog iemand speciaal aan de bloemetjes willen zetten. Hoe komen we bij deze persoon? Dat is door goede inzet in onze Lockdown Cup. Altijd aanwezig te zijn. Altijd aanwezig in de het rondom, dus de homewalls, de live lessen, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Tom? Oké. Okay. De winnaar van deze speciale prijs is de winnaar van de Spirit of the Cup. Die hebben niet alleen Dennis en ik samen beslist. We hebben dat ook nog eigenlijk samen besproken met Elke en met Ine. Dus eigenlijk is het gewoon het volledige coaches team. En zo zijn we samen gewoon tot één winnaar gekomen. De winnaar van de Spirit of the Games van deze Lockdown Cup is... Ellen Schrooien. Yes, proficiat Ellen. Proficiat Ellen. Waarom hebben we Ellen gekozen? Yes, dat is ook nog even toelichten. Heel belangrijk. Omdat Ellen altijd haar video's mooi op tijd, netjes, via de juiste manieren binnengestuurd bij ons. Wat ons heel makkelijk maakte voor deze lockdown. Absoluut, geen op. Daarbuiten ook is ze heel enthousiast tijdens deze lockdown. Ze is heel goed bezig aan het sporten. Tijdens de eerste lockdown denk ik dat Ellen iedere homework ongeveer gedaan heeft die we uitgestuurd hebben. Dus ja, dikke chapeau om dat te doen. Top. Tijdens onze tweede lockdown denk ik dat je ondertussen
alle looptrainingen ook gedaan hebt. Ook wel vaak aanwezig bent in de live lessen. En nogmaals, gewoon, we merken gewoon een heel goede inzet tijdens deze periode en tijdens deze lockdown. Goede engagement enzovoort. Wat ook heel fijn is voor ons als, als coaches. Om zo en nogmaals, dat komt vanuit het volledige bootcamp team. Dus zowel Ine, Elke, Tom, ik. Yes. Yes, wij zijn ervan overtuigd dat wij de juiste persoon gekozen hebben. Goed, Ellen. Yes, Tom. Wat heeft Ellen gewonnen? Dus, zoals iedere winnaar, wensen onze drankbon van onze sponsor Nokko. Ook de muts voor deze koude dagen. En natuurlijk de trotse titel van de Spirit of the Cup van onze Lowdown Cup. Dikke profieten, Ellen. Woo! Dat was het ongeveer, denk ik. Helaas, met pijn in het hart, zullen we moeten afscheid nemen van onze Lockdown Cup. Hopelijk kunnen we het in de toekomst nog eens doen. Niet onder een andere Cup. Want... Oh, 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 Dennis. Hoe zit dat eigenlijk? Is er ons challenge? Ja, ja, ja. Ik denk dat we dat hebben daarvoor. Dat was hem. Tom had 5 minuten 15. Ik had 4:59. Goed zo, man. Dank u. Goed gedaan. Woehoe. Heftig challenge. Wij vonden hem heel leuk. Yes. Heel fijn dat jullie zoveel hebben meegedaan. We zijn heel benieuwd naar wie dit gaat winnen. Tot je volgende week of de week erna horen. Dat was het. Yes, man. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat iets weten. Als we het nog eens mogen doen, was gezegd. Laat het zijn. Geweest. We vonden de video's ook wel leuk. Goed doen. Super fijn. Leuke reacties ook op sociale media. Top. Maar nogmaals, bedankt voor alle inzet. Super goed gedaan. Yes, dat was het. Dankjewel. Fijn. En ja, hopelijk is 2021 iets fijner. Yes. Zien we elkaar veel meer. Absoluut. Dat was het. Yes, man. Yes. Merci, Tommy. Merci. Jij ook. Yes. Op naar de volgende. Woehoe. Tot snel. Goed leed. Wel fijn dat Leandra dat op het kop heeft geraden. Ja, man. Ja, echt. Ja, dat is gewoon goed afgelezen. Kan niet anders. Hey. Check man. Op de cup. Op de overwinning. Zo, man. Nee, goed, ja. Yeah. We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party.